allemaal, het leek me tijd om eindelijk een roomtour te doen voor jullie. 6 maanden later, al zo lang op mezelf. Dit is mijn deur. Ja, top. Dit hier noem ik mijn koffiecorner. Ik hou ervan om veel leuke foto's om me heen te hebben. Van leuke herinneringen, leuke mensen. En ik hou van lekkere koffie. Dus ik ben al een aantal maanden gezegend met een Nespresso-apparaat. Echt super blij mee. Geen sponsor. I wish. Dus daar maak ik altijd mijn lekkere kopjes koffie. Ik slaap met een slaapmasker, oordoppen. Ik ben echt verschrikkelijk. Veel huisgenoten, dus ik heb ze wel af en toe nodig. En dit is dan mijn lekkere slaaphoekie. Mijn bed heb ik dus in de hoek van mijn kamer. En daarvoor staat een grote IKEA-kast. Zo'n vakjeskast. Die ik als een soort divider in mijn kamer heb gebruikt nu. Achter de kast is mijn bankhangplek. Zo kun je zien vanuit het deurperspectief hoe het eruit ziet. Door die kast breekt het een beetje de kamer op. En dat vind ik zelf heel leuk, omdat het daardoor een beetje huiskamer en slaapkamer in één effect heeft. Hier heb je dus mijn bank. Hier chill ik hem natuurlijk super vaak. Je ziet ook alle goodieboxes die ik heb. Mijn dvd's, kussentjes. Ik hou van knus en gezellig. Veel kleur. Dit is dus de IKEA-kast. Dit is het perspectief vanaf mijn bureau. Sommige mensen noemen het rommelig, ik noem het knus. Dit is een oorbellen ding van de Action was die volgens... Of Flying Tigers of de Action. Maar ik vond het echt te cute. Nou, ik heb allemaal series ook georganiseerd. In mijn tv, niet te vergeten. Ik kijk nog dvd's zoals je kunt zien. Ik heb een Chromecast waarmee ik Netflix stream. En nu zijn ze leeg, maar normaal zitten in die flessen kaarsen. Voor de gezelligheid. Nou, dit is een beetje een soort van rommel IKEA dingen hok. Dit zijn nog meer dvd's. Dit is mijn bureau. Hier edit ik dus aan. Als je mijn vlogs kijkt, me hier al 15.000 keer aan deze tafel zien zitten. Dat ben ik. En deze bureaulamp van de IKEA, waar ik nog steeds echt super blij mee ben. Echt een fantastische aankoop. Deze vakjes heb ik mijn make-up. Ik heb ook nog meer make-up in andere goodieboxen zitten. Maar hier ligt meestal hetgene wat ik frequent gebruik. Laat het zo zeggen. Hier zitten allemaal pennen en fineliners en zo in. Die gebruik ik als ik bijvoorbeeld mijn kasboek ga doen weer. En daaronder is een beetje een soort van rommel dingetje met allemaal elektrische dingen en zo. Wasrek, wasmand, kapstok. Beetje een rommelhoekje met dingen die ik niet vaak gebruik. Of die ik weg moet doen. Nou, mijn kledingkast. Zonder deuren. Vond ik leuk. Het enige wat ik nog wil is eigenlijk een spiegel. Maar ja, die heb ik niet. Nog niet, in ieder geval. Nou, daar zitten al mijn kleding in. Daarnaast mijn koffer.
Ik heb geprobeerd een beetje te organiseren om bepaalde dingen in plastic bakken te verdelen. En dan jasjes, jurken en sweaters vooral aan de hangers. Dit is mijn koelkasthoekje met foto's en tekeningen. Mijn waterkoker, thee en mijn koelkast natuurlijk ook belangrijk. Voor mijn food. En de kast ernaast is voornamelijk kookspullen, etenswares. Want ja, we moeten blijven koken. En op de onderste rij, rit, ding, whatever, heb ik al mijn shampoos, crampjes, deo, ja, ook een paar rommeltjes. Ja, het is nu een beetje leeg omdat ik mijn vaat nog moet doen. Maar normaal staan daar borden en ook nog bestek. En als laatste heb je een soort van mijn fotowall, mijn wasbak. Wat heel fijn is, dan kan ik gewoon lekker tanden poetsen, water pakken en we zijn er. Dat was hem. Dankjewel voor het kijken, jongens. Ik hoop dat je het leuk vond. Het heeft even geduurd, maar dan heb je ook wat, zou ik maar zeggen. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En dan zie ik jullie snel weer. Joe!